Of we sterven uit, of we worden onsterfelijk. Ik denk niet dat er een derde optie is. Nee, dat denk ik zeker niet. We hebben hier vroeger altijd alles geproduceerd. Nu gebeurt dat vooral in lage lonenlanden. Daardoor krijg je een hele snelle nivellering en heb je op een gegeven moment geen lage lonenlanden meer. Dus nee, daar gaan we niet van afhankelijk zijn. Ik denk wel dat machines in staat zullen zijn om alle functies van mensen over te nemen. Ik hoop en verwacht alleen dat ze dat niet allemaal zullen doen. En dan vooral die allermoeilijkste, dat ze nog geen zin in hebben, om die zingevingsfunctionaliteit die wij hebben, hoe moeilijk dat ook te duiden is. Misschien kunnen we het beste scheiden in het feit dat alle dingen die gaan over het toepassen van regeltjes, het binnen de lijntjes kleuren, dat we dat machines laten doen. Dat is sowieso geen leuk werk. Dat wij dat buiten de lijntjes kleuren op een verantwoorde manier, dat wij dat liever zelf kunnen blijven doen. Dat maakt het ook minder gevaarlijk. Dus daar ligt voor mij de scheiding in de toekomst. Daar ben ik het niet mee eens. Ook al hoor je vaak inderdaad dat het niet nodig is omdat die auto's zelf rijden. Je stapt in en dan brengt je ergens naartoe en dan stap je weer uit. Dat zal om veel redenen niet gebeuren. Wat niet wil zeggen is dat die auto het niet af en toe van je overneemt. Bijvoorbeeld vlak voordat je een ongeval gaat maken. Of wel lange, hele saaie ritten of in de file. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat zowel de bestuurder als de auto straks een rijbewijs nodig heeft. Dus we hebben alleen nog maar meer nodig. Dat is een hele lastige, maar ik denk dat het antwoord erop ja is. Dat we dat vroeg of laat toch weten hoe we dat moeten doen. Ja, ik weet alleen niet of we het moeten willen. Want dan gaan we zo verschrikkelijk risicomijdend leven dat het leven niet echt leuk meer is. En dat versnelt alleen maar, denk ik, de stap nadat we in een gesimuleerd universum verder leven waar je nog wel risico kunt nemen. En waar het leven daardoor veel leuker is. En dan krijg je één grote matrix. Maar ja, ik denk dat... Of we sterven uit, of we worden onsterfelijk. Ik denk niet dat er een derde optie is. Het is van belang dat we blijven innoveren, omdat, naar mijn mening, de wereld op dit moment verre van duurzaam is. En alles wat niet 100% duurzaam is, stopt op een gegeven moment. Dus kun je of gaan consuminderen wat je vaak hoort, maar daar ben ik mijn geloof een beetje in verloren. Bovendien doe je dan maar een klein deel en dan gaan we alleen maar wat langzamer alles vernietigen. En dat motiveert mij niet. Dus ik ga voor die 100% duurzame wereld. Dat heeft heel veel innovatie nodig. Ik ben blij dat ik daar een deel van uit mag maken.